Ik ben Jackie Comair, geboren te Vlijtingen. Ik ben 91 jaar geweest en ik ben begonnen te verzamelen vanaf 1849. Ik woon hier in Hoeselt vanaf 1959. Ik heb hier mijn vrouw leren kennen en ik ben beginnen te verzamelen. Alles van de Duits, de Engelsen en de Amerikanen, van de Tweede Wereldoorlog, ook van de Eerste. Een van de schoonste stukken van de Duitse verzameling is een generaal in de vorm van Van Sponeck. En dan van de Amerikanen is het van de 101ste paradivise, wat in Normandië gesprongen heeft. Daar heb ik het kostuum van gekregen. Dat zijn de twee mooiste stukken. Ik heb veel Amerikaanse veteranen hier ontvangen. Ook twee Amerikaanse ambassadeurs zijn hier geweest. En verschil, al wat hier in België kwam van de Amerikaanse veteranen, kwam naar hier. Wat met mijn museum gaat gebeuren, weet ik natuurlijk niet. Maar er zijn plannen voor een museum te maken in Maastricht. Ik weet nog niet wat ik moet doen.